Christelijk Lyceum bestaat 90 jaar. Christelijk Lyceum bestaat 90 jaar. Dat wordt groots gevierd. Ja, vandaag hebben we de opening voor de leerlingen. We hebben onder andere hooggeëerd publiek of bezoek eigenlijk van Prins Floris en de nieuwe burgemeester, de heer Heerts. Maar vooral de leerlingen hebben ook een rol, want die gaan prachtig zingen, die gaan vragen stellen aan de burgemeester en aan de prins. En die gaan na afloop van de vlaggen hijsen door de prins en de burgemeester ook nog silent disco doen. Hoe vindt u het dat er zo'n hoog bezoek vandaag aanwezig is? Nou, absoluut leuk dat zij ook belangstelling hebben voor het lyceum 90 jaar. Dus daar zijn we eigenlijk zeer vereerd mee dat zij allebei willen komen vandaag. Hoe vindt u dat zo veranderd is door de jaren heen? Ik moet eerlijk zeggen, 68 tot 74 heb ik hier gezeten. Die sfeer is eigenlijk nog steeds hetzelfde. En dat klinkt gek, maar dat is echt zo. Onderwijs verandert, maar de sfeer op het lyceum is nog steeds hetzelfde wat mij betreft. Een hele leuke, goede, veilige sfeer. Want wij zijn natuurlijk super trots dat wij een prins op onze school hebben gehad. En hoe heeft u deze opening beleefd? Nou, heel plezierig moet ik zeggen, want het is 26,5 jaar geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben. En als ik het zo zie en ik kom weer door dezelfde deuren heen en ik zie allemaal die lokkers weer, dan krijg je echt het gevoel alsof je weer op school zit. En het was heel leuk te zien en heel mooi hoe de leerlingen zongen. Er hebben twee leerlingen gezongen. En dat was fantastisch om te zien en zongen ook heel goed. En ik vond het leuk hoe de leerlingen daarop reageerden. Dus heel leuk om hier weer te zijn. U hebt zelf ook op de school gezeten. Hoe kijkt u er naar terug? Nou, eigenlijk zoals ik net al zei, ik vond het een hele plezierige periode. Ik heb hier 6 jaar op school gezeten. Gelukkig ben ik niet blijven zitten. En het leuk vind ik dat ik hier eigenlijk vrienden heb gemaakt waar ik nog steeds mee omga. Dus eigenlijk 4 hele goede vrienden uit de schoolperiode die ik nog steeds zie. Waar we vorig jaar ook nog mee zijn gaan skiën. Dus ik kijk terug met heel veel plezier op een leuke schoolstraat. Het is een goede school en ik vind het ook leuk om vandaag een oud leraar, Nico Berissen, en de heer Kuiper tegen te komen. Dus dat is alleen maar leuk om te zien. Dat is heel mooi. En wat is er allemaal te doen dit jaar? Nou, we hebben natuurlijk heel veel activiteiten voor leerlingen. Die bestaan wel voornamelijk nu nog uit allerlei feesten met extra jubileumtinten. Maar we hebben ook nog 2 grote activiteiten eigenlijk in het vooruitzicht. We hebben natuurlijk de reunie, 26 september 2020. Dus bij deze ook een oproep om aan ieder onze website goed in de gaten te houden. En we sluiten het jaar af met een leerlingenconferentie in Orpheus, waarbij leerlingen echt invulling gaan geven. Gedachten zijn nu aan een soort van filmfestival met gesprekken daaromheen. En aansluitend ook willen we alle ouders uitnodigen om het jubileumjaar af te sluiten. Maar tussendoor voor de buurt, voor de relaties, voor de collega's en vooral natuurlijk voor leerlingen staat er van alles nog op het programma. En als laatste, staan we hier over 10 jaar nog voor de 100ste bestaan van deze school? Je bedoelt fysiek? Dan sta ik hier niet meer. Ik ben op de reunie dan aanwezig en help absoluut organiseren als dat nodig is. Maar nee, dan zit ik hier niet meer op school. Maar ik denk dat we hier als lyceum zeker nog bestaan als bruisende school. Ja. Ongetwijfeld. We zijn een school in groei en bloei en dat zijn we ook over 10 jaar nog. Ja. Mooi.